ons lukken als jij nou zometeen de linten doorknipt, halen we samen de zak eraf en dan gaan we kijken hoe het geworden is. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Het idee van de borden komt van de junior medezeggenschapsraad waarin scholieren zitten. Die reageerden op klachten van leerlingen die geregeld poep onder hun schoenen hadden. Nou, we hebben een soort van tekenwedstrijd gedaan. Wie het mooiste bord kon ontwerpen. En dat is geworden dit bord die daar staat. En dat vinden wij echt heel fijn, want ik hoop dat het nu gaat werken, dat er minder in de poep wordt gestaan. Ja, iedereen moest een hondenpoepbord tekenen en de mooiste werd het uiteindelijk. Nou, het was wel nodig, want elke keer gingen mensen in de poep trappen en dan bijvoorbeeld dan zit je naast het jongetje of meisje en dan, ja, dan stinkt het heel erg en het is niet zo fijn. Naast de borden hebben de leerlingen ook in de buurt geflyerd om aandacht te vragen voor de ergernissen door hondenpoep. Is het een serieus probleem hier in de buurt? Nou, hier om de school, de groenstroken hier om de school, is het wel echt een serieus probleem. Regelmatig, misschien wel dagelijks, zitten de schoenen helemaal vol. Dus de kinderen vonden het lastig, maar natuurlijk ook voor de hygiëne voor onze school vonden wij, en vooral de kinderen van de junior MR, het wel heel belangrijk om daar eens iets aan te gaan doen. Dank jullie wel!